De trainingsvisie. Bert van Hun zijn gisteren lekker gelopen. Ja, heerlijk gelopen op de Dam tot Dam, ja. Dat is lekker, hè? In de regen gelopen. Ja, je hoort iedereen wel zeggen van er zit lekker veel zuurstof in de lucht. Maar ja, die had je ook wel hard nodig natuurlijk. Ja. Maarten Zwijnenburg was een minuut sneller dan jij? Ja, ik denk dat iedereen sneller was dan dat ik was natuurlijk. Nee, Maarten is natuurlijk van nature een topatleet en die loopt het met twee vingers in zijn neus. Dat is wel heel knap, hè? Maar goed, het gaat erom dat je lekker gelopen hebt en dat je weer even dat stofje dat je daarvan genoten hebt, wat vrijkomt. Ja, endorfine, hè? Ja, het is niet alleen lekker lopen, het is ook proberen, maar je bent competitief ingesteld. Dus als je eenmaal aan het lopen bent, dan probeer je toch altijd weer je snellere tijd te realiseren. En het rare is, je wordt natuurlijk wat ouder, maar toch probeer je snellere tijden te lopen. Dus, maar goed, dat is goed gelukt en ik ben helemaal pijnvrij erin gekomen. Maar was het ondanks de regen toch een sfeervol geheel weer? Ja, dat is fantastisch in orde. Als je ziet hoeveel mensen daar langs de kant je aanmoedigen. Maar ook heel veel respect voor de vrijwilligers die natuurlijk... kijk, wij lopen daar maar eventjes, maar die staan daar gewoon de hele dag in, vol in de regen, in de kou. En heel veel respect voor. Was het in jouw hoofd verder dit weekend ook sfeervol? Nou ja, als je doet op de zaterdagmiddag natuurlijk de 0-0 en een verturenhoutje. En dat gaat constant door je hoofd in die 60 kilometer. Dus ik had genoeg om over na te denken. Ja, we hebben nu tegen drie teams gespeeld waar we bij elkaar 8 punten van verloren hebben. Heel langzaam zeker wordt het tijd om de doelstelling misschien iets bij te stellen of niet? Nee, je moet leren omgaan met omstandigheden. Dat lijkt me het belangrijkste. Op het moment dat je nu gaat zeggen van doelstelling bijstellen, waarom? Dan zou je toegeven aan bepaalde situaties. Je moet hier een grote jongen in zijn met z'n allen. Dit verlies moet je even nemen en zorgen dat je alsnog die doelstelling gaat bereiken. Toch heb ik het idee dat er een paar teams ook weer zich versterkt hebben ten opzichte van het vorige seizoen. Heb jij dat idee ook? Ja, is 100% zeker. En daarom ben ik wel een beetje verbaasd over de reacties van het publiek. Want die denken dat je zomaar even van Sneek wint. Maar dat is gewoon niet zo. Als je ziet welke jongens ze erbij hebben gekregen. De manier van spelen van Sneek is lastig om te bedwingen. Nou, in die zin denk ik dat we het nog aardig gedaan hebben. Maar ja, alle teams hebben zich versterkt. En dat merk ik nu alleen maar meer. Denk je achteraf ook nog wel eens van... Ja, dat had ik even wat eerder moeten doen. Ik had Barry Paul wat eerder moeten inbrengen, want heel veel snekers in eigen strafschopgebied. En ja, dat zei je ook van Achilles. En mede daarom bracht je Barry Paul eigenlijk vanaf de eerste minuut erin. Ja, het verschil is alleen dat Sneek met 5 man achterop speelt en die andere clubs met 4 man achterop. Ja, weet je wat het is? We hadden nu grip op de wedstrijd en op het middenveld. We stonden goed op de tweede bal. We konden druk blijven ontwikkelen op Sneek. Op het moment dat je een wissel toe gaat passen, betekent het of achterin een verdediger eraf halen. Nou, ze hadden heel veel snelheid voorin, dus dan kun je op de counter geslacht worden. Als je middenvelder weghaalt, dan weet je dat je de tweede bal nog wel eens gaat missen. En kunnen ze nog makkelijker omschakelen. Dus ja, en ik vind gewoon op dat moment ben je aan het kijken van, nou, we hebben nog steeds invloed. We hebben nog steeds jongens die individueel nog altijd dat moment hebben in zo'n wedstrijd om er doorheen te komen. Nou ja, goed, op een gegeven moment dan zie je dat dat er niet meer in zit. En dan ga je nog wel wisselen en ga je over op 3 spitsen. Dit is trainersvisie. Ik kan me voorstellen dat jouw visie op het spelletje op een gegeven moment ook kan veranderen. Naar aanleiding van wat voor spelers je hebt en wat je voor hebt, wat voor middenvelders je hebt, et cetera. Ik zie namelijk nog wel eens van die flitsen voorbij komen van het vorige seizoen. Ik kom altijd uit op het vorige seizoen. Dat we zo heerlijk soms die counter plaatsten. Ja, maar een counter kan je spelen als de tegenstander op onze helft is. Dan kun je counteren. Maar dat is een beetje lastig als ze allemaal op hun eigen helft staan. Dan kun je niet meer van counteren spreken. En dat zie je nu dat alle tegenstanders gewoon helemaal inzakken. Dus er is weinig ruimte tot countervoetbal. En nou, dat kon vorig jaar wel. Nu is dat minder. Dus nu moet je andere oplossingen bedenken. En moet je team daar ook beter op ingesteld worden. Ik zie mannen als Christian van Hussen en Oosturk veel in balbezit komen. Dat waren ze bij IJsselmeervogels eigenlijk niet gewend, omdat die vaak de lange bal hanteerden. Volgens mij hebben ze daar nog wel een beetje moeite mee. Ik bedoel, ja, Christian speelde fantastisch, maar heel veel creativiteit zag ik niet. Nou, ik vond dat er meer aan lag dat we de bal van achteruit... te langzaam rond lieten gaan. Ik vond dat we te snel terugdraaiden naar de veilige oplossing. Ik had veel meer pressing, wou ik aan de bal zien. Dus dat heeft niet zo zin met deze twee jongens te maken. We hadden sneller een linie over moeten slaan. Spitsen in de voet aanspelen en van daaruit bijsluiten. Dat had eerder moeten gebeuren. En daarnaast vond ik, als we eenmaal de bal voorin hadden, duurde het veel te lang voordat we daar onze oplossing konden verzinnen. Dat de ruimte lag aan de andere kant en die wisten gewoon niet snel genoeg te vinden. Spelers komen in situaties die ze niet gewend zijn, maar ze blijven wel hetzelfde gedrag vertonen wat ze normaal vertonen. En ja, dan moet je als speler sneller de oplossing zien. Maar stiekem een keertje 5-3-2, dat zit er in jouw visie niet in. Want nogmaals, dan zie ik opeens weer gebruik gemaakt worden van de snelheid van Olly Pilon, van Benjamin Roumillon. Snap je wat ik bedoel?
Nee, eigenlijk niet, Piet. Wil gewoon ja, vasthouden aan die ene visie. Nee, ik wil wedstrijden winnen. En volgens mij de Achilles hebben laten zien dat we de goede dingen hebben gedaan door de formatie te veranderen. En nu zijn we zo snel mogelijk weer terug naar onze eigen formatie gegaan. Kijk, vorig jaar kregen we allemaal complimenten over. Van nou, standvastig en goed vasthouden aan hetgene wat je doet. Dat doen we nu ook. Je moet daar niet nerveus van worden. Alleen, de ruimtes binnen het veld zijn anders geworden. Dus als speler moet je daar veel beter op instellen. Daar trainen we ook hard op. Maar op het moment dat je weer constant gaat veranderen, hè, dan krijg ik de vraag weer van, joh, je verandert wel erg veel. Is dat nou wel handig voor die jongens? Nee, deze jongens moeten leren binnen de formatie de keuze te maken die nodig zijn. Oké. En die keuzes die gaan ze hopelijk morgen ook op een goede manier maken tegen Roda JC. Nou, misschien word je dan morgen wel op je wenken bediend ten aanzien van de kouter. Ja, precies. Ja. Nee. Ja, weet je, Piet, iedereen weet het. Alle trainers zullen zeggen, je hebt, tegen zo'n ploeg heb je altijd kans. Nou, dat klopt ook gewoon. We zullen eerst in de wedstrijd mee moeten gaan in hun tempo. Dat betekent dat je heel intensief zal moeten verdedigen. Eerst tegenhouden. Nou, en dan zal er een moment gaan komen, verwacht ik, dat zij toch het tempo naar beneden gaan doen. Nou, en als wij dan weer een beetje op kunnen schroeven, ja, dan word je misschien wel gelijkwaardig. Maar het valt er staat, denk ik, met de eerste 25 minuten kom je die schade vrij door, ja, dan kan er altijd wat moois ontstaan. Sterkste basis morgen? Geen idee, we gaan vanavond eens lekker trainen en dan gaan we straks bepalen wie wel of niet speelt, maar we zijn er met z'n allen bij. Heb je nog een beetje positieve verhalen gehoord van Vriezenveen, uit Vriezenveen, Deto? Ja. Deto 2 tegen DVS 2. Ja, onze jongens hebben het prima gedaan. Dat was goed om te zien. Julian eruit, drie keer gescoord. Dus nee, dat zag er goed uit. Dus dat betekent dat iedereen de bereidheid heeft om het beste uit zichzelf te halen. Ook binnen het tweede team. Nou, morgen, dat zeg ik, iedereen mag erbij zijn. Dus als ik morgen niet kan wisselen, dan weet ik het ook niet meer. Hij staat op het affiche, Julian. Ja, prachtig toch? Ook voor zo'n jonge jongen natuurlijk. Nou, ik denk dat hij inmiddels al op zijn kamer hangt als poster. Of misschien wel als behang, ik weet het niet. Maar ja, dan pak je allemaal gratis mee dit. Laatste minuut, doelpunt, Julian de Ruiter. Schitterend. Piet, ik kan niet wachten tot jouw commentaar dan.